toch hier, de Prinses Volume. Vertel. Oké. Nou, Prinses Volume is weer een hyaluronzuur. Is een wat steviger hyaluronzuur. En ja, de Prinses producten zijn gewoon uitstekende hyaluronzuur met toch die relatief prijstechnisch gewoon wat gunstiger geprijs zijn. Ja. Prinses Volume, alhoewel Prinses Volume zegt dat het voor de volume is. Is het dat niet echt? Ik vind het daar toch niet echt goed genoeg voor werken. Oké. Prinses Volume gebruik ik met name ook voor de diepere rimpels. En ik gebruik het ook voor de lippen. Ja. Voor de lippen of voor de traangoot. Het heeft wel een matig liftende eigenschappen. Dus het is niet zo heel sterk. Maar het is gewoon qua middel is het gewoon goed genoeg om die rimpels goed en die indicatie die ik net heb genoemd, aan te pakken. Inderdaad. En mensen die het gaan gebruiken, wat mogen die ervan verwachten? Ja, gewoon een goed resultaat natuurlijk. Het is gewoon goed. Ja, natuurlijk. En het effect houdt ongeveer een jaar aan. Bij de traangoot en de wandelen is het anderhalf jaar. Oké. Oh, dat is best lang, toch? Ja, best. Oké. Prinses Volume is dus ook een filler weer die je kan gebruiken. Ook weer iets goedkoper dan andere fillers, maar wel met een zeer goed resultaat. En je kan het dus met name gebruiken voor de lippen, voor de wat diepere rimpels deze keer en voor de traangoot. Ja, inderdaad. Tadaa!